Stop de pers, beste vrienden. Anke, nu moet ik even iets vertellen. Je weet er niet van dat we dit gesprek gaan doen, maar... Ik weet dat er iemand aan de lijn hangt, dat heb ik al gezien, maar ik ken het nummer niet. Ik heb uit goede bron iets vernomen. Ja? Ja. Er is iets spectaculairs dat zich morgen gaat afspelen. Ergens in de mooiste provincie van ons land. Ja? Morgenavond wordt namelijk... Heb je een idee? Wordt een hele belangrijke prijs uitgereikt. Ja, dat is absoluut zo. Aan de meest belangrijke Limburgse figuur van het afgelopen jaar. Oh. En ze hebben niet gekozen voor Matteo Simoni. Ja. Niet voor de ravissante Dana-winner. Axel Red, internationaal beroemd. Nee, die zijn vergeten. De altijd goedlachse Stijn Meuris. Nee, niet gekozen. De wereldberoemde DJ Reggie. Schromelijk over het hoofd gezien. Ongelooflijk. Topkeeper Thibaut Courtois. Hadden ze nog nooit van gehoord. Onze tennisser Kim Kleisters. Echt de grootste tennisser aller tijden uit ons land. Vergeten. Ze zijn zelfs Ambiorix vergeten. Ze hebben gekozen voor... Zeg het zelf maar. Noël. Hallo, dag Noël. Goedemorgen. Goedemorgen, Sam. Goedemorgen. Wie krijgt morgenavond tijdens de 52e grote carnavalszitting georganiseerd door SCV De Teutepeuters in Hamond de orde van het Lachend Limburg? Niemand minder dan Anke Bukkings. Hey, applaus voor mij. Ik zal het maar zelf doen, want niemand gaat het doen. Applaus voor jou. Ja. Zeg, wilde al de rest niet gratis komen of wat, Noël? Was dat eigenlijk het probleem? Nee, maar goed, we hebben een lijstje met personen waar we was ooit de orde willen overhandigen. En om even toe te treden, dus Dana Winner heeft ooit bij ons Oordelak Limburg gehad. Oh, die heeft al gekregen zelf. Ja. Wow. Die is jou al een keer voorgegaan. En dan Kim Kleisters. Ja, die hebben we wel eens een paar keer gecontacteerd, maar dat was meestal wel een probleem als hij op toernooi was of training geven of iets dergelijks. Dus meestal kon hij helemaal niet aanwezig zijn. Dus, ze waren echt op de Limburg. Ik hoor het al. Er schoot nog maar één iemand over. Nee, absoluut niet. Want je wil nu niet aan de hand van ons beleid staat. Dus, maar mag ik eens vragen... Wat je krijgt, dat verdienen we ook. Dus. Ja, maar waarom verdient ze volgens SCV de peuterpeuters, hè, Stijn Hamond, hè? Dat staat mooi ook omschreven in onze oorkonde die we gaan voorlezen. Dus onze motivatie waarom Anke die Oordelak Limburg krijgt. Vooral dus, haar Limburg gevoel. Haar het gevoel dat ze uit op de radio om het Limburg gevoel te uiten eigenlijk. Amai, dus, ik kon niet nee zeggen, hè. Nee, ik vond het... Ene keer dat ik eens iets win in mijn leven... Nee, maar je hebt wel gelijk, want ik kun een beetje een onzin over doen, maar ze draagt als ware ambassadrice Limburg wel... Een warm hart toe. Een warm hart toe en ook uit. Ze draagt ook uit. Ja. Dat vind ik wel. Dat is wel een punt. Maar goed. Ik kan dus niet om die guitengelag heen. Hè. Dat hoor je niet zo lastig. Nee, ik kan er ook niet omheen om die guitengelag. Ik probeer soms te ontsnappen, maar... Maar merci Noël. Ik vind het tof. Ik vind het tof dat ik eens een oorkonde krijg. En is dat met toosjes en al? Met toosjes en met bubbeltjes en zo? Of, Als het op tijd is, dan zal ze wel toosjes en bubbeltjes krijgen. Oh, okay. Met dingen, hè. Met wat? Maar ik heb het liefst met krapsla. Krapsla heeft ze graag, Noël. Ze heeft graag krapsla op de toosjes. Wat lief, ik heb iets lekker staan. Ze heeft graag krapsla op de toosjes. Sorry voor. Oh, jongen. Limburgers zijn fantastisch. Noël, ongelooflijk, hè? Geniet ervan. Ja. Ik denk dat het een prachtige avond gaat worden. Ze gaat daar met haar guitige glimlach. Echt waar. Super dat je aan haar hebt gedacht. Ik vind het ook wel verdiend. Uitgeregend door de winter Efteling zal ik daar gaan staan. Ja. Morgenavond. Ja. In de lucht. Ik zou zeggen, heel veel plezier mooi in de winter Efteling. Ja? Maar we gaan nog meer plezier maken. Mooie avond op onze grote zitting. Ik ben benieuwd. Heb je mooi gezegd, Noël. Veel succes. Maak er een goede avond van. En Anke, nog eens gefeliciteerd. In naam van het volledige team willen we je... willen we je proficiat zwaar. Ik herinner, Ilse zit ook... Oh, jongen, aan onze laars. We zijn...